Hey mensen, je kijkt naar Spoobie1611 en welkom bij een nieuwe GTA Online. Het is Mr. Tiger in een rood racepakkie. Gaan we gekke nieuwtjes vertellen en ik heb er toch een paar gekke, Timo. Dat is echt niet normaal. Mensen zijn soms zo raar, maar soms is het ook gewoon dom. Wat gaan we rijden? We gaan met de motor rijden. We gaan met Batty Boy rijden. Van H1Z1, toch? Haha, inside joke. En nu heb je deze weer een zwart racepakje. Hey, wat is dit nou weer voor shit? Jongen. Ik heb al een nieuwe helm, fuck it. Ja, fuck it inderdaad. Ja, het eerste gekke nieuwtje is dat McDonald's verwijdert fitness trackers van hun Happy Meal. Ze hebben een Happy Meal en daar kreeg je een fitness tracker bij, want ze wouden van, word even wat fitter, weet je wel. Ja, dat is wel goed van het bedrijf, aangezien dat bedrijf natuurlijk heel erg van het vetje is. En Dat vind ik toch gek dat ze zo'n fitness ding geven. Goed, ja, dat vind ik sowieso ook al gek, maar ze verwijderen hem ook weer. Ze gaan die kinderen die waren veel te veel bezig ten eerste met een betere score halen op die fitness tracker. Dus ja, dan geen goede happy meal. Je wordt het gezond, stop ermee! Ja, eigenlijk wel. Maar uiteindelijk, het nieuws was eigenlijk een beetje clickbait, want het was door huidirritatie. Dat ding gaf huidirritatie. En toen dachten ze van, dat is niet zo slim. Huidirritatie, weet je wel, dat moeten we eruit halen. Dus wie weet komt het ooit nog terug. Je wordt er eigenlijk niet gezonder van. Nee, die fitness track is eigenlijk voor een healthy shizzle. Dus ja. Ja, McDonald's die doet de fitness trackers eruit. Ja. Jullie moeten onze burgers eten. Dan hebben we een cannabis plant. En die kan niet lopen ofzo. Dat is niet een menselijke cannabis. Een cannabis plant die kan lopen, wat? Nee. Maar die cannabis plant is gestolen van de politie. Oh my god. Ja. De politie heeft de cannabisplant gestolen. Nee, dat heeft de politie niet gedaan. Dat is gestolen. Nee, van de politie valt het hier in, Sander. Ja, inderdaad. Nou, dat weten ze nog niet. Ze weten niet of dat is ingevorderd ook door de politie. Dat weten ze 100%. Ook een politievlag. Een barbecue. Wat doe je met een barbecue op het politiebureau trouwens? En een emergency vehicle is gestolen. Ik heb een politie auto, kut! Zou het iemand van de New Kids zijn geweest? Ja, echt nog niet. En ze weten niet door wie. Ze hadden een politieagent hadden ze als de schuldige aangeklaagd. Alleen tijdens zijn rechtszaak is hij onschuldig verklaard. Dus hij is er lekker collega jou eigenlijk. Ja. Jij bent het, Henkie! Henkie, jij bent de schuldige. Ja, nee, uiteindelijk blijkt hij het niet te zijn. Tenminste, hij is onschuldig verklaard. Wie weet is hij het wel, maar is hij gewoon onschuldig verklaard. Nee, maar waarom zou je denken van ik steel de cannabisplant van de politie? Hey, niet eventjes langs illegale wegen, heb je cannabis? Nee, we gaan via de legale wegen, de politie. Dat is legaal, toch? Via de politie. Die gasten hebben gewoon de politieauto gejat en die zag die cannabisplant. Oh jee, joh man, we kunnen er ook high van worden. Neem het niet op mee, man. We nemen toch alles mee. Dat zou geniaal zijn, ja. Dat zou geniaal zijn, maar ook zie je een keer van die gasten haaien in zo'n politieauto rijden. Hey, volgens mij hebben we de daders. Ja, echt, hè? Oh! Holy crap. Gaat fout. Dan een man, die verliest 300 kilo. Man was heel dik. Okay. Verliest 300 kilo, zomaar. Dat doet goed. Zo op straat. Oh, Nee, grapje. Ik loop op straat en toen was het opeens weg. Blop. Ineens zo blop. Nee. Met zo'n tikken van ploep weg en dingen. Ja. Nee, die man die at te veel. En hij dacht van, mijn eten die moet ik, ik eet veel. En ik ga dat een beetje mixen, want ik moet natuurlijk ook verliezen. Vet verliezen. En wat deed hij dan? Hij moest naar Walmart om zijn eten te halen. En dat moest hij dan 10 kilometer lopen per dag. Aha. Om eten te verkrijgen. Oftewel, doordat hij zo lang moest lopen,
Want hij kon niet op fitnessapparaat, hij was te dik, dus hij ging maar lopen. Omdat hij zo lang moest lopen, helemaal bij het begin, ja, dan verbrand je nogal veel. Dus hij dacht, ja, om eten te krijgen moet ik dan wel veel bewegen. Nou, hij dacht, dat is gewoon heel slim. En nu is hij helemaal ripped as fuck. Hij is 300 kilo kwijtgeraakt. Ja. Gewoon simpelweg door heel lang te wandelen. Om je eten te halen. Dus dan heb je de perfecte mix. Ja, wil je eten? Nou, dan moet je eerst lopen. Hij moest zichzelf dwingen om te lopen. Ja, lopen voor je eten, ja. Ja, ja, het is logisch. Het is wel logisch. Ik vind het wel, wel ook een slimme manier van hem. Ja. Ja. Dat is best wel... Ondertussen op Pokémon Go in de truck. Even wat eieren hatchen. Ja, inderdaad. Als Pokémon Go toen al uit was. Want volgens mij was Pokémon Go toen nog niet uit. Oh, want, ja, dat is dan weer jammer voor hem. Ja, dat is natuurlijk over heel veel maanden. Dat gaat niet, dat is niet van de een op andere dag, Timo. Nee, oké. Okay. Dat is niet zoals we net zeiden. Dat ploep, er komt een vetblopje ineens op straat liggen van 300 kilo. Nee, maar dat is wel handiger is. Ja, ja. Oh man, oh man. Dan hebben we een vader uit Omaha. Omaha. En dat is een plek in Amerika. En die verliest, of die vindt een pot brownies. Die verliest het niet, die vindt een pot brownies. En hij eet al die vier brownies. En ineens zegt hij allemaal hele onaardige dingen naar de kat. En wat? Niemand snapt er wat van. Die vader die gaat maar schelden naar de katten. Die blijft maar schelden. En uiteindelijk heeft die man gezegd dat hij best wel zeker is dat er marihuana in die brownie zaten. Want hij had het gevoel dat hij aan het trippen was. Dus ja, hij vindt gewoon een pot brownies. Hij eet ervan van onbekende brownies. En ja, dat moet je niet doen. Precies dat. Waarom eet je onbekende brownies? Daar kan mee gekloot zijn. Net zoals met een drankje in een club. Ja. RNOS. Maar hij wou niet naar het ziekenhuis. Hij wou niet naar het ziekenhuis. Dat heeft hij allemaal gedeclareerd. Ah joh, werk wel uit joh. Ja, ik kan vanzelf wel een keer op tegen uit te schelden tegen die katten. Ik blijf wel trippen. Hey, kat, hou je muil. Ik hou hier toch wel een keer op. Ja, ik denk dat hij dat een beetje voelde. Welke motor gaan we doen? We gaan de motor. Akuma. Akuma Matata. Ik had er echt moeite mee. Ik hoor het. Akuma. Dan hebben we een hond. Een hond. Hond. dat is hoe Timo zijn hond al noemde. En de owner van die hond. Die zijn gewond geraakt. Door een kat. En die kat die viel 7 pitbulls aan. Wat? Ja. Die kat die... die kat die dacht... Laat ik even kung fu doen. Die dacht het is slim om 7 pitbulls tegelijk aan te vallen. En ik moest zo lachen, want dit was op Reddit. En ik moest zo lachen om een bericht eronder. Want je had allemaal comments eronder. En iemand zei op dat nieuwsbericht... I think you need to find your cat's disciple. It's obvious he was the wise, old and blind karate master. Who had to die before the climax. So his student had the willpower to overcome the dark overlords. The attack isn't the sort of behavior trouwens dat de katten doen. Dat stond daarnaast nog in het nieuwsbericht. Dat het niet echt typisch is dat katten dat doen. Dat moest er nog even bijgezet worden in het nieuwsbericht. Die katten ook echt staan op twee achterpoorten met zo'n, ja, met zo'n doekje om de kop. Ja, met zo'n bandje om zijn hoofd. Ja, volgens mij was het gewoon een gang war. Volgens mij was het gewoon zo'n one-man gang war, weet je, van ik ben er klaar mee. De eeuwenoude strijd van de katten tegen de katten poezen tegen de honden. Ja, alleen deze kat dacht ik ben er klaar mee, ik ga het in mijn eentje wel oplossen, weet je. Je hebt wel eens van die one-man strijders, die komen gewoon de bar binnen of de territorium binnen van een gang. Ik denk dat deze kat dat dacht. Ik ga door het midden. Ik ook. Ook goeiedag. Holy crap, ik deed twee keer ging ik zo... Het zag er echt bij mij fucking tikken veel machtig uit hoe je daar landde zo. Hallo, het is ook heel tegen veel machtig. Maar ik deed twee achterflips. Nice, backflips. Ja, backflips, volledig. Dat was wel grappig. En vandaar landde ik ook heel raar, dat was wel raar.
Maar goed, we hebben ook de mayor van New York, de oud-burgemeester van New York. Die is nu pro-Donald Trump. Die support Donald Trump ook heel erg. En die heeft nu gezegd van... dat is echt geweldig. Die heeft gezegd... tijdens zo'n rally, weet je, zo'n spraakgebeuren en zo. Heeft hij gezegd... Obama! Voordat Obama president werd... waren er in de laatste 8 jaar geen terroristische aanvallen. Het komt allemaal door Obama, al die terroristen. Ja, right. Obama is in 2008 president geworden. Dus 8 jaar, dat betekent voor 2000... voor 2000 en 2008 geen terroristische aanslagen zijn geweest. Hij was burgemeester van New York. Rond de tijd van 2000-2001. Hij was burgemeester van New York... tijdens... Ja, daar ga ik weer. Tijdens 9/11. Wow. Hij was tijdens 9/11... de grootste terroristische aanslag op New York. Was hij burgemeester. Dude. En hij is het vergeten. Hij is het vergeten. Je valt nou zo door de mand. Kom op, man. Hij is het gewoon helemaal vergeten. En hoe en wat? Niemand weet het. Ongelooflijk gewoon. Jezus, dat hij daar val je echt wel door de mand. Ja, hij valt extreem door de mand. Hij zegt ook van ja, Obama terroristische aanslag in de laatste 8 jaar daarvoor niet. Nou ja, volgens mij ben je 11 september 2001 vergeten, want dat was echt het ergste wat er was. Dat was echt het, ja, eigenlijk wel. Zo slecht. Het was eigenlijk wel het ergste wat er was. Ik vind het echt super slecht inderdaad van deze meneer, deze Giuliani. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar ja... Wat moet je ervan vinden, jongens? Wat moet je ervan vinden? Volgens mij zijn we al door onze tweede race heen. Nou, heb ik nog wat nieuwtjes. Maar die doe ik dan wel de volgende week. Ja, dan heb ik nog wat extra nieuwtjes voor volgende week. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. Hoop dat je hebt genoten van deze nieuwtjes. En dan spreken jullie de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei. Ik had dus een man already. Ik vond het persoonlijk ook... Ja, aan de ene kant is het ook een goed ding hoor. Ze hebben flink wat tijd eerst aan FIFA en ze hebben flink wat tijd aan elke game wel gegeven. Ik bedoel, ik vond het zeker geen slechte persconferentie.